for a while now. You got me feeling like a child now. Cause every time I see you bubbly things, I got a tingling in a silly place. Starting my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on your window pane, but we are hiding in a safer place. And the cover's staying dry warm. You got the feelings that I don't. Starting my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what I'm gonna say when you made me feel this way, I just starting my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just say your time wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. Cause every time you hold me, you arms, I'm comfortable enough to feel you warm. Starting my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just stay your time wherever you go. Starting my toes and a crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just stay your time wherever you go. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever, wherever, wherever you go. Ja, één woord. Wauw. Wow. Bedankt. En dat is nog zenuwachtig. Het is niet te geloven. Nou, van dat zenuwachtig was helemaal niks te horen. Want oh, gelukkig. Als dit zenuwachtig is, ja, dan kan het dus alleen beter. Jongen, jongen. Ik doe je Nina. Ik vond het geweldig. Super. Bedankt. Helemaal mooi. Jeetje Mina. Waar je gelijk door naar het tweede? Het is in ons programma, hè? Ja, mij prima. Ja hoor. Nou, ik ja, dat wou ik zeggen. Ik dat ik hadden we bij die andere nog niet gehad in de... We gaan door. Technische problemen. Is dat een kleinste? Jawel. Nee, dat is het. Nee. Het staat in elkaar, maar kijk. Zie? Je speelt daar echt maar muziek. Ja. We gaan door naar drie, kijk of je die wel pakt. Is goed hoor. Nee? Ja, toch? You were gonna come to me and here you are. But you better choose carefully, cause I'm capable of anything, of anything. And
make me all pretty, and make me one and only, but don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for a perfect star, perfect star? Cause watch your mind, watch your mind. Love will make you levitate like a bird, like a bird without a gaze, without the earth. If you choose to walk away, walk away, the walk away is the palm of your hand. No, baby, it's a yes or a no, no, maybe. Just be sure before you give it up to me, up to me. I give it up to me. So you wanna play with magic, boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for a perfect star, perfect star? Cause watch your mind, watch your mind. So you wanna play with magic, boy, you should know what you're falling for. Maybe do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for a perfect star, perfect star? Cause watch your mind, watch your mind. Wow, fantastisch. Ik zat gewoon mee te swingen. Beter dan in het echt. Ongelooflijk. Dat wou ik zeggen, ongelooflijk. Ja. Maar dat hoort niemand als je daar zit. Ja, ik heb een beetje geen woorden voor, hoor. Nou, we hebben daar eigenlijk dit soort muziek ook nog nooit hier gehad. Nee. Dat vind ik niet zo mooi. Nee, het is echt een beetje kippenvel hier, hè. Kippenvel. Wauw. Ja, prima. Zo, wat gaan we nou? In the wake of your smile, I get an illusion from the look in your eyes. Yeah. You've brought a love, but that love falls apart. A little piece of heaven turns you dark. Listen to your heart when it's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you're telling goodbye. You wonder if this fight is worthwhile. The precious moments are a lost in the tide. They're swept away, and nothing is what it seems. The feeling of belonging to your dreams. I
into your heart. When it's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going. En daarbuiten zit er nog iemand die datzelfde zegt. Dylan. Heel veel groetjes van Dylan. En Dylan, ja, je hebt het heel mooi geregeld bij deze. Hartstikke bedankt. Black Label, dus. Ja, oké. Okay. Ik heb nog iets, voordat we het vergeten. Want ik zei, we hebben de zak van Zeeland Sounds elke week. Nieuwe rubriek vanaf deze week. De zak van Zeeland Sounds. Dat houdt in. We geven iets weg. Altijd leuk, toch? Pakjesavond. We geven iets weg. Dat zit naast me. En doet gekke dingen doen. Ja. Nee, ja, maar... ja, nou, we geven... Nee, nee, gelukkig niet. Want we geven vandaag een Kork gitaarstemapparaatje weg. Kijk, zo'n digitaal dingetje. En gewoon gratis en voor niks. En daarvoor moet je niks doen. Dan moet je gewoon de 15e kijker wezen. Nou. En dus diegene die de 15e kijker vanavond is, die krijgt hem. Die mag hem ook komen. Heel makkelijk. Die mag hem opkomen halen, uiteraard. En die mag hem ook live opkomen halen. Vanavond nog tot 9 uur in de studio. Of volgende week in de uitzending. Of nou ja, als het echt niet anders kan. Gaan we ook nog tussendoor een gatje vrijmaken dat hij me kan opkomen halen. In elk geval, zo ziet het eruit. Ik haal hem nog even goed in de camera. Kom maar, anders niet zo lang. Ja, we kunnen hem allemaal zien. Dus een handig dingetje voor diegene die gitaar speelt. Of volgens mij werk je bij het blokfluit ook ofzo. Ik heb geen flauw idee. Ik aan muzikaal. Ik heb geen flauw idee, nee. In elk geval gratis en voor niks, dus voor de 15e kijken vanavond, ligt die klaar. En wij gaan door met Esme. We gaan door met Esme. Ja, we gaan door met Esme. Dan heb je de smaak te pakken, dus... Thank you.
Aan toe te voegen. Een van de beste talenten die we tot nu toe hier gehad hebben. Ik kan niet anders zeggen. Het is ongelooflijk. Ik wou zeggen, als jij en niet groot wordt, dan weet ik het niet. Ja, nou, Dylan, kom jij maar eens langs hier. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, kom jij maar eens langs hier. Ja, die vindt het ook zo mooi, schrijft hij. Dus, Nou, kennis maken? Hm? Kennis maken? Nee, volgens mij, ken je hem? Ik kende hem, ja, ik weet niet meer precies. Ja, volgens mij gewoon van Instagram, dus niet echt in persoonlijkheid of zo. Hij was een paar keer in de radio-uitzending toen we nog bij de andere zender zaten. Dus, en de laatste keer heeft hij afgezegd, hij kon er niet komen omdat hij moest werken. Werk is ook belangrijk. Ja, maar Esmee was er. Dus hij stond al eerder op de lijst, maar Esmee, die hebben we wel hier. Ja. Ik zeg niks. Nee. Maar Dylan, aan jou de oproep. Ook als je geen gitaar speelt. Je mag komen hoor. Van jou hebben we ook nog. Niet deze, maar iets anders. En we wachten op de 15e kijker vanavond. En? Zie ik niet? Pardon? Ik wil meer horen. Ja? Doen we nog eentje? Things, though we're not knowing right.
everything I love between us will get us through the night. All the things we'll ever teach us, see the pretty things of life. All the places we will be to, the people we will lead to, all the love that we give into, love the tears from our eyes. Sweet goodbyes. I know how you feel right now. You're losing dreams you can't be caring about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. I know how you feel right now. Losing dreams you can't be caring about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. Lisa? Lisa knikt? Ja, ik was al op zoek naar de volgende. Ja, wat is iets beter, man. Ja, of zullen we even een kleine pauze, want misschien heeft Esme het ook warm en wil een slokje drinken. Ja, zullen we daar even een beetje rekening mee houden, niet meteen, anders gaan we jou verloten de volgende keer. Want, ze hebben straks geen nummers meer. Nou, bij drie kijkers gaat Lisa gratis weg. Pardon? Bij vanaf drie kijkers gaat Lisa gratis weg, dus Maar, hey brother, dan... Ja, doe maar iets erin hoor. Kom maar, blijf een beetje in die sfeer. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love, I wonder? What if I'm fine?
Ik kreeg net nog een oproepje binnen van Dylan Black Label. Is known as Danger. De 15 kijker krijgt van hem zijn eerste
verleden zijn eerste cd die hij uitbrengt binnenkort. Wie hem nog niet kent, die heeft iets gemist. Maar ja, binnenkort is hij ook bij ons in de uitzending. En heeft wel wat verrassingstracks en wat nieuwe nummers. Wat oudere, bekende nummers. Hij is wel heel goed. In elk geval is de moeite waard om weer te kijken. Binnenkort komt hij. En hij heeft net beloofd, de 15e kijker, die wint alvast de cd van hem. Nou, bij deze deel heb ik het goed gezegd. Ja, hè? Toch. Ja, kijk. Maar, als je een applaus wil doen, dan moet je hem wel aanzetten, hoor. Nog een keer. Dat is voor mij mooi. Nou, we gooien toch even een in en dan komt Lisa terug. En dan... Beetje zomer. En dan gaan we weer verder. Ja, kijk, heel professioneel. Maar kijk maar, dat apparaatje is te winnen vanavond. Van Kork. Ik weet niet, volgens mij duur. Was ooit. Was elektronische gitaarstemapparaatje. De 15e kijker vanavond, die gaat hem winnen. Voor gratis en voor niks. En die krijgt er nog... Ja, klopt. Die krijgt er nog iets bovenop. Namelijk de cd van Dylan. Van Black Label. Nou, of dat maar niks is. En Esme, die krijgt hem sowieso. Als hij uit is. Dus bij deze, dat staat al geschreven, dus bij deze SME, je krijgt die cd sowieso. Het stemapparaatje, ja, die heb je voor jouw stem in elk geval niet nodig. Dus die is zuiver. Maar voor diegene die een blokfluit, of een gitaar, of een piano, of zoiets, ja, of die ergens in kast heeft staan die aan het wiebelen is, kan ook mooi eronder schrijven, dus... Of dat de deur ophoudt. Of zoiets, of zo. Dus de 15e vanavond, die krijgt hem gratis en voor niks. En we gaan nog even met muziek door. En dan gaan we verder met de SME. Ja? Ja? Zet hem op. Yes.
stop sending flowers to your apartment. You said you weren't around much anymore. Yeah, I stopped dropping by without an appointment. 'Cause I heard laughter coming through your door. Sometimes late at night you'll still call me, baby. Before you close your eyes to sleep, yeah. I made a vow that I would drop by sometimes, but that's a promise I can't keep. 'Cause I love you too much to ever start liking you. Let's leave the story at an end. No, I love you too much to ever start liking you. So don't expect me to be your friend. No. Ja, Lisa wil het verhaal horen. Een verhaal vanuit Goes. We waren dus vandaag in, Goes van de Polderparty 3.0. En hebben echt dat geluk gehad dat we bieren. En ja, ik moet jou aankijken, maar ik kan even goed. Ik praat wel in de microfoon. Zeg, laat je me nu uitpraten of anders vertel je niks. Ga je de volgende keer zelf, hoor. Nou, in elk geval Bira en Red One. Kunnen we weer live zien. Het was weer heel erg leuk en gezellig. En het was super druk en super mooi weer. En we hebben zelfs de wethouder van Goes nog gesproken. En we stonden ergens bij SMBO in Goes bij het jeugdcentrum. En het was echt schitterend om te zien. Dus binnenkort komt een filmpje uit die we daar hebben opgenomen. Helaas zaten we maar 2 uur. Vanaf 4:30 zaten we live te streamen. Maar we moesten natuurlijk de studio nog weer terug plaatsen. Omdat dat we SME hadden verwacht vanavond. En gelukkig is het er ook gekomen. En echt, ja, dat hadden we niet willen missen. Oké, dus had ik het al gezegd, Lisa? De 15e kijker. Nee. Echt een gitaarstemapparaatje. Ja, nou bij deze. Ik laat hem nog een keer zien. Gratis en voor niks, jongens, hè? Kijken. Zo. Ja, dat was dus een grote lijn en Goes. De rest, ja, zou ik zeggen, de video op de samenvatting. En dan gaan we verder met een heel mooi stemmetje uit Sliedrecht. Het wat Golden Voice. Ja, maar ze had natuurlijk net stiekem eventjes achter de schermen verteld. Oh. Dat ze eigenlijk zingt gewoon omdat ze het leuk vindt. Goh, en, geen verhaal achter. Er zit geen verhaal achter inderdaad. Dus dat, gewoon omdat ze het leuk vindt en het goed kan. Ja.
Ja, en dat is ook... ik zit hier ook geen webcast te maken, omdat ik een heel zielig verhaal eraan brei. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ja, is zo. Is zo. Ja, moet er niet... Ja, ik vind dat goed. Waarom moet er overal een verhaal achter zitten? Je kan er gewoon iets doen omdat je het leuk vindt. Ja, waarom doe jij eigenlijk dat hier? Ja, nee, is goed. Geen verhaal, geen zielig verhaal alsjeblieft. Nu, we gaan door met Esme, ja. Laten we even kijken of we muziek eruit kunnen krijgen. Ja. It's
Ja, wauw. Dat is fenomenaal. Ik kan niet anders zeggen. Wauw. Meid, ik ben je grootste fan. Eerlijk waar. Ja, dat is eigenlijk niet echt eerlijk, want dan moet ik de tweede grootste wezen, want ik wilde eigenlijk de grootste zijn, man. Ja, maar ik ben 1 centimeter groter dan jij. Ja, maar ik ben ouder dan jij. Oh, 1 maand. 1 maand. Nou ja, ik vind het... Goed, wij zijn jouw grootste fans. Wij zijn jouw grootste fans, dus... Wat gaan we doen met haar? Laten we haar weer gaan? Nee, eigenlijk moeten we die... een paar maanden weer komen. Ja, dat sowieso. Ja. Heb je trouwens plannen iets eigens aan muziek te doen? Ja, ik heb wel... Steven, die komt hier binnenkort. Dat is een rapper. En die ken ik ook. En die schrijft ook eigen lyrics en zo. Dus ik ben wel een beetje van plan om toch wel een beetje mijn eigen teksten te gaan maken.
en om dat te leren. En voor de rest ja, blijf ik sowieso wel liedjes coveren. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Oké. En die rapper die, die je kent, is dat die met die we al contact hadden? Ja, Steven. Heet. Ja, klopt, ja. Klopt. Die komt binnenkort ook. Ja, die komt binnenkort. Ja. Ja, volgens mij, als ze uit die hoek daar van het land allemaal zo goed zingen, dan... Ja, dat is allemaal rap natuurlijk, hè? Ja. Maar die gaan we vaker draaien. Ja, ja. Die stiekem natuurlijk opgenomen, dat snap je wel. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal opgenomen en... En natuurlijk gaan we je gewoon nog een paar keer flink in de uitzending draaien. Ja, want als we niet online zijn, komen automatisch alle uitzendingen worden afgespeeld. Dus als je op de kanaal kijkt, heb je in principe 24 uur, 7 dagen de week altijd... De herhalingen van de afgelopen weken. Ja, ik zou me eigenlijk alleen maar willen herhalen. Ja, en we dus, hebben er nog eentje staan. En volgens mij last but not least. En, dus we gaan nog even één keer knallen. En dan... Ja, dan gaan we nog één keer knallen. En dan krijg ik haar handtekening. Ja, en dan kijken we eventjes. 15 kijkers. 15? Nee. Dan had ik al anders. Nou, die moeten we nog hebben. Nou, op naar die... Op naar die... Nou ja. Andere 10? Andere 10. 9, 8. 8. Zoiets. Over naar de volgende. We gaan luisteren naar Esme. Oh ja. Melody of star, but we'll come play.
voor de tweede keer in deze week een vlag en wimpel geslaagd, hoor. Dat wou ik zeggen. Echt. Ja, normaal zitten we hier altijd van, en nu, ja. Nee, maar meid, ik grandioos. Bedankt. Ik vond het laatste nummer nog het allermooiste ook. Dat nou, op mijn armen staan. Afgelopen week zei nog, ja, nee, was Pepijn en Morris? Ja. Die hier waren? Nou, die wilden eigenlijk ook nog komen, maar hadden ze dat geweten of hadden ze echt, En Ray, wat zeg je dan? Heb je er nog iets aan toe te voegen? Nee, heel goed. Ik was buiten aan het houden. Dus oh, je was weer aan het houden. Ja. Nou ja, gelukkig heb wat opnames ervan. Ik ga even terugluisteren. Ja. Ja, nee. Het is, normaal hebben we eigenlijk altijd iets te zeggen. Een commentaar of... ja, nu waren we allebei gewoon. Maar ja, en nu hadden we zoiets. Ja, nou ja, we hebben volgend jaar rond die tijd hebben we de 48 uur marathon uitzending. 24. Nee, 48 heb ik al gezegd. Van 24 hadden we dat twee weken geleden. Hadden we 24 uur van Stichting Tjeden uitgezonden. 48 uur. Dan gaan we voor de 48 de volgende jaar rond die tijd. 48 uur? Ja, dan gaan we het dubbele bedrag ophalen. Je weet dat ik dan niet alleen koffie brouw. Nee, dat is goed hoor. Ik ga dan ook voor de... Maar je was er niet eens met die 24 volgens mij, toch? Nee, helaas. Nee, ik moest heel last werken. Ja. Je hebt ook nog mensen die moeten werken. Ja, ja, nou, het was wel leuk hoor. Het was zwaar. Bijna 6.000 euro voor Stichting Zeden ingenomen. In totaal 6.500. Ja, in totaal, ja. En het was wel zwaar. Het was 24 zwaar. Uur achter al dat ding zitten. Om 4 uur, volgende ochtend. Dat iedereen even zo'n ding. Een kleine inzinking had, maar het heeft wat opgeleverd. Gebakken eitje, met spek. Precies. Dat is wel goed. Nou, dus in elk geval, volgend jaar gaan we het weer doen. En bij deze ben je dus van harte uitgenodigd al voor een goed doel. Om mee op te treden in de studio. Maar dan om te zingen, niet om koffie te maken, of wel? Nee, om te zingen. Dus voor het geval dat jij komt, dan mag jij dan eitjes pakken en koffie zetten. Ja, goed, ik ben ook diplomaat. Oh, oké. Okay. Dat kan ik toch nog doen. Weet je, ik zou eigenlijk graag eerst mee willen vragen of ze nog een keer Listen to your heart. Listen. Ja. Ik vond het laatste. Of je die nog een keer kan zingen, want die vond het zo mooi. Ja. Luister naar je. Natuurlijk weer, moeten we even opzoeken. Het is weer zo moeilijk. Kijk maar, bij L. Ik zie hem al. Nummer 76. Ja. Zonder samba. Ja, ik zie hem al. Ja. Kijk. Waar nog een keer nummer 9? Ik wil graag nog een keer horen. Ja, top. Gaan ja, we doen. Hoor. Speciaal verzoekje voor mij. Dream.
don't know what I'm feeling. The more than what you made of me, I thought a voice you gave to me. And I've got to find my own. I don't drop below, but I'll be moving on. If you want, if you dare. Wauw, wauw. En nog eens wauw. En dat zonder verhaal achter. Gewoon omdat ze het leuk vindt. Ze gaat er gewoon achter dat ding staan. Omdat ze het leuk vindt. Ze gaat er gewoon achter de microfoon staan en er gewoon. Maar ik vind het leuk. Jongen. Ja. Ja, dan kunnen wij natuurlijk inpakken in onze stemapparaatje hier. Dat ook zeggen. Ja. Trouwens, die is wat gaan we doen? Ik was dat even te denken. Wat gaan we doen als ze niet wordt verloot? Vanavond komt hij in zo'n checkpot. Dus daar gooien we volgende week nog iets bovenop. Ja? Dat horen jullie weer tegen het eind van de week. Wat bij de stemapparaat. Of een glas uien. Of augurken. Of zoiets. Potje. Dat gooien we nog iets boven. Maar het wordt er steeds moeilijker. Want we moeten dan 20. We gaan er voor de 20 kijkers om te halen. Maar ik geef natuurlijk niet maar zo een potje augurken weg. Hè. Dus bij deze. Volgende week, maar jullie zien het halverwege de week op Facebook en op de site en wat we allemaal in de aanbieding hebben. Maar dan heb ik dan toch eens even een vraag, Daniel, aan jou. Oké, de baas komt. Oh, de baas komt. Jongens, allemaal recht zitten, de baas komt. Ja. Hoe komt het toch die oranje kleur in jouw haar? Dat komt van, ik heb gisteren een beetje, een soort WK-viering. Even, dus WK, deze, die werd gisteren gebruikt. Jasmin zingt trouwens ook. Toen compare with Esme. Nou, zeg maar, ze is een andere stijl. De mooiste. Ja, dat is wat hij durft niet. Jasmin of Esme? Nee, wat wil ik zeggen nou, met die haren, ja, ik had er gisteren gewoon oranje spuitverf van die haarverf erin gespoten. Ja, precies. En je zag het al, het had ook een beetje geholpen, hè? Ja. Met, dus alleen daarom. Het is nog steeds oranje. Ja. Maar je had dit ook moeten doen. Ja, die verf was op je, ja, het was gek, het was een klein plekje op mijn hoofd, die was ook origineel blikje. Kleurig. Blikje. Gewoon in pot, kwast en dan... Ja, dus volgende keer. Dat is goed. Of ja, Jan. Deal. Ja. Ja. Maar ja, nu ben ik toch even onder de indruk van... Esme. Ik ook. Dylan, nog eens hartstikke bedankt voor die tip, hint, uitnodiging. Tip, hint, uitnodiging. Suggestie, advies. Hoe dan ook. Feedback. Dus de eerste cd van Dylan is dus... Voor Esme. Een tweede voor ons. Een tweede voor ons? Ja, maar daarvoor moest die eerst komen een keer. En hij vroeg nog of we muziek van hem hier hebben, om te draaien. En ik zeg, nee, die hebben we niet, want die was er nog niet. Inderdaad, dat is zo makkelijk. Dylan, zo werkt het. Ja, makkelijk. Dus was je hier geweest, hadden we ook muziek van jou om te draaien. Oké. Nou, wat gaan we doen, Lisa? We moeten nog een beetje wat doen, hè? Wij moeten nog een beetje wat doen. Ik had nog wat lekkers klaarstaan. Wat dacht je van, jubel! Oh. Is dat leuk? Niet zo leuk dan wat we hadden hier, maar beter dan stilte.
Hier, mensen, kom op, nog twee te gaan en de stilapparaatje is weg. En nog twee te gaan, jongens, kom op, 13. En jongens, nog één te gaan. Eén te gaan en het stemapparaatje weg. En. Ze hebben er wel babypoesjes, ondertussen staat de muziek uit hier. Alle die time, jongens, daar gaan we roteren. Heb ik mijn zin in. Leg het op vakantie, guys. En bij deze, het stemapparaatje gaat weg. Naar wie gaat het weg? Wie is de 15e kijker? En niks met augurken of eieren, dus nou ja, we hebben de 15 gehaald. Bij deze is voor jou. Wie ook dat je bent, gooi het even in de chat. Of bel. Diegene die dan net gaat bellen, 406 48 420 139. Ik ga halen 06 48 420-139 en je mag het stemapparaatje opkomen halen op vandaag of volgende week in de uitzending. Het maakt niet uit. Als je wel zelf op komt halen, hè. Mijn nacht.
mocht je 15 kijken, een beetje vruchter zijn om te bellen. Live in de studio, je mag ook even ons opzoeken op Facebook, Zeeland Sounds, en staan berichtje sturen. En dan gaat het ook allemaal heel anoniem, dat je aan je stemapparaatje komt. En dat is een eisje van Lisa. Moi j'évolue pas pour un sou, moi parler de glacier, si couler, moi fâché, je saurai où te chercher quand comme moi tu seras perché. Mais oui oui retiens-moi bien, piercing tout comme les tiens, le même trou qu'à la couche d'ozone, je te ferai aller tu baigner, mais vol vol, voyage, fais-les tes reportages, mes potes collent, crache loin dans votre bol de potage. Dans votre monde de Gotha, moi je n'en voulais pas. Évidemment que tu crois, mais on se tait quand on ne sait pas. Ta bouche trop bêta, écoute, la nature est là. Ne vous étonnez pas, ça pue, pue le coup d'état. Modéré,
éternisée. Pourquoi tu me parles mal? Je respecte les pygmées, donc respecte les Maasai. Je respecte ton terrier, respecte mes terres. Je respecte les insectes, donc respecte les mammifères. Je te l'explique encore, moi devoir définir. Toi pas comprendre, va parler ou plutôt réfléchir. Le pauvre il faut l'aider, son pote il faut l'aider. Donc délégué au délégué, qui déléguera au délégué. Imbécile tel, même si tel, trop risqué d'être écouté, même à telle, telle ou telle heure. C'est un euphémisme, oui je t'idéalise. C'est la culture de la bêtise, de ça oui je suis raciste. Tout le village a les poules. Passez, passez, mais faites gaffe, ha. Si un jour il s'écroule, y'a pas de gang ou de police. Non, ce n'est pas la zone ici. Les jaguars ne roulent pas. Chez moi, c'est l'Amazonie. Où c'était, pour ce qu'il en reste. Mais garde les tes arbustes. Touche encore un poil à ma forêt. Ton pénis, j'en ferai des bûches. Toi et toutes tes perruches. T'es Christophe Columbus. Trop tard pour les excuses. Au nom du déluge. 3G, 4G ou déchets. Oublié, j'ai 8, j'ai 20. Où j'ai chié et j'ai bien caché. Vous décidez de ça à notre insu. Moi aussi j'aurais aimé être entendu. Donc arrêtez de suite. Vous êtes stupides ou quoi? Les études ne donnent aucune science infuse. We can bring it on the floor. I've never danced like this before.
13 días sin respiro. Cada hora, cada día. Nou, Redi gaat even een privé-opname maken natuurlijk. Die gaat even een mooie clip maken die wij dus uit kunnen zenden via de webcast. En dus zet hem op. Dark Horse. Als ik bij het knopje kan. Hey. Ik
ik heb nog tijd, hè? Ik heb nog zeker 2 gigabyte op de tel. Nou, nummer 1, buddy. Gespeeld. Wauw. Hoe klinkt het buiten, Lisa? Ja, je hebt de buren niks te klagen, denk ik. Hoor. Ja, als je nu durft te klagen, dan... ik denk, je klacht. Ja. Ik zou zeggen, nog een keer, bis. Wauw. Moeten we vaker doen? Ja. Ja, kom je vaker eens mee? Dat. Heb jij een OV-chipkaart? Ja, maar dat is natuurlijk kost voor mij nogal geld. Ik ben nog geen 18. Oh ja, klopt. Nou, dan moet ik wel iets regelen. Dus, Harry? Ja? Je rijdt toch graag op en neer of zo? Dus, Waar naartoe? Ja, maar vaker. Dat komt wel goed hoor. Ik ben toch maar af en toe daar. Nou, daar hebben we het voor over in elk geval. Maar ik weet ook niet, heb je nog, ik vroeg het al, heb je nog plannen voor op te treden en op termijn dat je ergens... Ja, als ik gevraagd word, dan doe ik dat gerust. Ja. Maar, ja. En dan komen er namelijk, in de toekomst, op niet zo lange termijn, komen wat evenementen hier op het dorp. En hier in de gemeente en in Zeeland sowieso. Waar wij eigenlijk ook een aantal artiesten voor hebben benaderd om mee te doen.
jammer dat 3 mei hadden wij ons eenjarig bestaan. En toen had ik ook hier wat artiesten op het dorp. En daar hadden we jou eigenlijk, 3 mei hadden we jou eigenlijk al moeten ja, hebben. Ja, zeker, zeker. Dus geweldig. Nee, maar als je dan zegt van, nou, je zou het ook leuk vinden voor een groter publiek op te treden. Dus ja, dat lijkt me ook superleuk als je dat doet, want ja, hè? Mooie stem. En je mag ook rijden, je mag ook ophalen van Sliedrecht. Weer brengen en halen. Ja, dat kan. Ja, oh, kijk, die doet dat ook al. Ja, wel. Oké, okay. Nou, wat gaan we doen, Lisa? Het is nog 10 minuutjes. 10 minuutjes, ik denk afscheid nemen bestaat niet. Ja, en diegene die de 15e keken was, even contact opnemen of via telefoon 06-48-420-139, Facebook, Twitter. Hebben we Twitter? Ja, we hebben Twitter, Instagram, je kan ook een postduif sturen. Of gewoon langskomen. Dat is het leukst. Dat is het leukst. En het allerleukste is als het zaterdagavond tussen 7 en 9 is. En het echt top van het leukste zou zijn als je nog kan zingen. Maar... Ja, maar ik was de hele tijd... Wil je ook nog wat zeggen? Esmee, je mag ook nog wat zeggen. Groetjes doen aan iemand, of... Nou, sowieso de groetjes aan Dylan. En heel erg bedankt voor de uitnodiging en zo. En natuurlijk de groetjes aan mijn moeder. En aan de familie die allemaal kijkt. Aan mijn opa, aan mijn oma. Die kijken ook allemaal, als het goed is. En een vriend hier in Zeeland. ook de groetjes aan. Dus bij deze? Ja. Nou, kijk, bij deze. En wij ook aan Dylan. Hartstikke bedankt. Voor Dylan, wanneer kom je nou eens langs? Ja, wanneer heb je nog weer geen smoesje? En komt nu maar eindelijk eens? Of moeten we wachten tot die cd uit is? Waarschijnlijk wel. Maar dan komt hij niet meer, want dan zit hij bekend. Nee, nou, Dylan, je hebt het gehoord. Er is wel wachten, ja. Ja. Maar de eerstvolgende vrije slot die we hebben is op half juli inmiddels. Tot die tijd zijn we volgeboekt. Dus die hebben we volgende week eigenlijk. Dat wist ik net nog. Gaito. Juist. Gaito. Juist. Ja. Gaito, als je hoort. Ook niet afbellen dit keer. En daarna hebben we nog... Is ja, gezellig, ja, het is heel gezellig zelfs. Esmee kwam vanuit Sliedrecht. En ze heeft er geen spijt van. Stellen we maar gewoon zo. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet, zegt ze. Kijk. Nou, oké. Okay. Dan sluiten we af met een... Met een lekker nummer. Met een lekker nummer. En wat vinden wij lekker? Alles wat niet van jouw USB-stick komt. Nou, in dat geval gaan we eventjes Yellow Claw met... ja, doe maar hoor. Top. Oh ja, en bij deze nog fijne week, fijn weekend, fijne zondag. En tot volgende week. Lekker uitslapen, eitje met spek. En tot volgende week, als we weer zeggen, kiss my ass. Met Gaito en de zak van Zeeland Sounds. Volgende week met een nieuwe prijs die te winnen valt. Of als deze niet opgehaald wordt. Nee, of als deze niet opgehaald wordt. Dat is dan jammer. Want dan gaat hij ook weer in de jackpot. Oké, nou, ik zou zeggen, doei doei. Tot volgende keer. En ja. Ja, hebben we nog iets? En tot volgende week. Ja, nou iets. Salut, doei, weg.